Leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Nia en vandaag is het eerste dag van mijn weekvlog. Het is vandaag maandag en als jullie nou even afvragen wat er gebeurde, ik struikelde over de tegel die hier ligt. En we gaan vandaag naar de IKEA ontbijten. Yay! Ik heb er heel veel zin in en mijn vader die gaat voor het eerst daar dus ontbijten. En ik weet niet, maar ik heb er heel veel zin in. En ik neem je lekker mee vandaag naar de IKEA. We gaan er lekker ontbijten. Ik heb er zoveel zin in. Yep. En ik heb echt honger. Heel veel honger. Maar, weet je al wat je gaat nemen, Fabio? Hetzelfde als jullie. Hetzelfde. Want iedereen krijgt wel hetzelfde, of wat? Ja. Maar ik laat jullie daar allemaal zien. Uitgepakt bij IKEA. Mama? Jan? Geen chocopasta meer. Wel Jan. Hallo! Hey mama! Hey Dinja! Wat heb jij nou weer voor sexy karretje? Leuk hè? Ja, sexy, ik ga erop zitten. Er zit ook heerlijke haren aan en zo. Oh lekker, lekker bij het eten. Gaan we even het eten pakken. Auw. Mensen zouden hier ook nog gewoon echt appeltaart kopen ook. Leuk, dat is ook lekker. Ja, maar tuurlijk. Ik zou niet echt bepaald per se hier nemen. Waarom niet? Ik zou het eerder bij de supermarkt kopen. Dan kan je één groep nemen. Welke jam neem je? Welke geen? Papa, ze hebben wel chocoladepasta. Mag ik sowieso deze? Ik wil sowieso deze. I love it. Oh, welke? Mag ik er één? Oh nee. Het is nou mij op, denk ik echt dat hier geen vindt. Niets. Fabio, ik ga je leren wat zout is. Dit is zout. En dat doe je niet op je pannenkoeken suiker. Dat is net gedaan. Ja. We zijn het aan het eten en er zitten ze balletjes en nu al. En dit is zo lekker hè. Met ja, dit en dit. Want dit is echt hele lekkere jam. En we hebben kaneelbroodjes en pannenkoeken. En croissantjes en broodjes en ei en jam. En thee. En het valt. We zijn dus klaar met eten en ik vond het super lekker. We hebben een beetje tegenwichtig, sorry daarvoor. Maar we gaan dus nu weer naar huis. Nee, we gaan nu boodschappen halen. Boodschappen. Nou. Want morgen gaan we voor wie's verjaardag? Mijns. Nee, mijne. Fabio is helemaal nog niet jarig. Ik ben 30 augustus verjaardag. En vandaag is het 14. Ja, zoiets. En morgen is het dan 15. En dan gaan we. Eigenlijk is het dan de helft van de verjaardag. Ja, de helft van je verjaardag hier, oké? Ja. Here we go, naar beneden. We kunnen niet naar beneden. Eigenlijk gaat het best wel snel dan eigenlijk. Dan gaan we gewoon kijken of we er daar uit kunnen. Waar? Aan de voorkant. Oh, is de winkel nog dicht? Kom. Oh. Zeg maar. Ja, ik weet niet wat het is, maar we gaan nu nog proberen. Ze hebben ons opgesloten, mama. Nee, de winkel is grappig. Oh, echt? Waar zijn we nou in gekomen dan? Daar en dan de hoekom. Hier en dan daar en dan daar. Oh ja, zo. Goedemorgen. Nou, we gaan dus nu naar de auto toe en dan naar de winkels. Joepie. Wat gaan we ook weer halen? I don't know. Nee. We gaan nu naar tante Denise, maar we gaan eerst even Joepke afgeven, want hoe heet het? We gaan morgen weg en we gaan naar Fantasialand en dat zie je natuurlijk ook al in de vlog. Dat is zo zielig voor Joep. Ja, maar die gaan naar opa en opa toe. Opa en opa toe, die gaan naar opa en opa. Dat vindt hij alleen maar leuk op Fabio. Ja. Ik zie nog zacht. Maar dan gaan we die nu eens even afgeven. Je kan wel daar. De weg is afgesloten. Afgesloten. Maar die gaan we dus even afgeven. Ja, dan gaan we naar tante Nies en dan gaan we eten. Ik heb er super veel zin in. En ik neem het mee. Oké, we hebben als eerste even stokbrood met pizza, brood en komkommer en dan gaat zo het vlees erop, denk ik. Jazeker. Zo modellen is nog aan doen, hè? Ja. Maar we gaan dus nu verwachten tot het eten klaar is. En ik heb echt honger. Nou, eet lekker gewoon, zou ik zeggen. Ja. En ik ben ondertussen, blijven op de carabine aan het kijken twee, want ja. Ja? Ik heb als enige één gekeken. De eerste is Black Pearl en de tweede dat is de Dead. Lekker! Dead Man's Aioli is het ook. Lekker. Dead Man's Chest. Mm-hmm.
En je hebt de nieuwste al gezien. Ik heb ze allemaal al gezien, maar ik ben ook heimelijk verliefd op Jack Sparrow. Ik heb deze heb ik ook al gezien. Arme papa dan. Voor mij zo. Ja, ik vind het niks voor hem. Lekker? Nou, het staat wel. Ja. Nee. Wat heb je? Kijk, dit is oma Dennis. Die komt heel graag op YouTube. Ja. Hallo. Ik hoef niet. Jawel, daar is tante Denise. Niet. Vandaag is het dinsdag en we zijn niet thuis. Nee, we zijn weer op de parkeerplaats van Fantasialand. En dan gaan we heen met het gezinnetje. Dit keer zonder regen. Dit keer zonder regen. Nou, het ziet er niet uit of dat het heel droog gaat blijven ook hoor. Nee, dat niet, maar het wordt 28 graden als ik het goed heb. Ja. En we staan nu bij de parkeerplaats bij Mystery. Ja, ik heb er weer heel veel zin in. Eigenlijk hebben we al 3 keer bij Mystery gestaan, toch? Dit is de 3e keer. Ja. En de vorige keer stonden we bij Chinatown. Het enige waar we nog niet gestaan hebben, dat is... Bij de hoofdingang. Berlijn en Afrika. Nee, hoofdingang zijn we wel al geweest. En ik heb er heel veel zin in. En ik neem jullie vandaag mee. En morgen ook, want morgen zijn we hier ook. En vanavond gaan we naar het hotel. En er komt ook een vlog op ons familiekanaal. Ja. En die staat hieronder in de beschrijving. Oké, okay, snel oversteken. Er komt een auto aan. Dus there we go. Als je denkt dat hier een rij staat, zelfs bij de droger hier beneden voor deze attractie staat een lange rij. Kijk, ik heb net echt helemaal zo mijn shit uitstaan brengen aan mijn haar. Zelfs mijn broek heb ik uitstaan. Ja, en ik. Dit is het hardste wat ik kan. Oh, dit is geen mug. Of gewoon. We zijn in het hotel en Fabio, wat heb je gekregen? Deze. En ja, dat draakje daar. Deze. En nog zo'n armbandje, die heb ik hier hangen. Oh, je ziet toch wel dat kleine. Deze, die kleine. Rolletje, en waarom heb je dat gekregen? Voor mijn verjaardag. Ook al is het nog maar de 15e, ja, ik ben 30 augustus jarig, maar ja, we vierden vandaag mijn verjaardag. In Fantasialand. Dus heb je die gekregen van mij als verjaardagscadeautje nu al? Hashtag in de comments, hashtag liefste zus ooit. Ja, doen. Inmiddels is het woensdag en we hebben het even ontbeten. Het was super lekker, we hadden croissantjes, toast en dat soort dingen. En gaan nu weer naar de Subway om broodjes te halen. En dan gaan we naar Fantasialand. Ik heb er super, super, super veel zin in. Ik hoop jullie ook en ik neem jullie mee vandaag. En ja, we gaan dus gewoon weer het park in. We zijn in Fantasialand en we zijn nu in Diep Afrika. We zijn dan in de Tico geweest en in de, hoe heet dat? Colorado Adventure. En we hebben eindelijk snack. Spookhuis. Een spookhuis en we hebben snack ontmoet en mam. Dus nu hebben we alle draken gehad. Laatste. Nou, wilde van haar weer. We gaan eens even kijken naar je video. Dus ik ben blij dat ik het niet heb.